Wij hebben vandaag voor het eerst ons nieuwe pand opengesteld. Wij vinden het ongelooflijk mooi en belangrijk, maar ook ongelooflijk leuk dat jullie vandaag in zulke grote getalen hier bij ons zijn om dit nieuwe pand te openen, te bewonderen en in gebruik te nemen. Wat wij hier doen, dat weten jullie natuurlijk allemaal, wij vangen hier dieren op, we vangen hier zwerfdieren op voor een aantal grote gemeentes in deze regio. We zijn ongelooflijk blij dat de burgemeester hier wil zijn, want ik heb hem gisteren nog in de koets gezien en toen leek hij al een beetje vermoeid. En oververhit in zijn jacket, die heeft hij vandaag uitgedaan, gelukkig zou ik bijna willen zeggen, want dan hoef ik hem ook niet aan te doen. Ja, hartelijk dank, dames en heren. Heel fijn dat jullie dus met zoveel mensen zijn. Mensen uit de stad, maar ook uit de omliggende gemeenten heb ik gezien. En dat is ook heel goed, want het gaat om een streekdierentehuis. Belangrijke voorziening. Ook voor de burgemeester. Nu zul je zeggen, waarom is het nou? Ja, de burgemeester gaat over alles, dat is wel waar. Maar dan moeten we ons ook wel realiseren dat in de wet expliciet staat dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de opvang van zwerfdieren. Je kunt zich voorstellen, zo heel groot is mijn tuin niet, dat wanneer je dat allemaal moet gaan regelen, dan heb je toch wel een probleem. Ik ben er ook vaak niet. Het is toch zielig voor de diertjes allemaal zo alleen. Dus eigenlijk is het maar goed dat er zoiets als een dierenasiel is. En wij hebben hier een hele mooie. Vroeger op de Besjeslaan, na je tijd hier. De eerste voorziening en nu helemaal vernieuwd. Ik heb het nog niet gezien. Ik mag het zo dadelijk voor het eerst bekijken. Er gaat nog wel wat om. Ik heb begrepen dat er zo'n 1000 dieren per jaar worden opgevangen. Dat is heel wat. Ik denk er even aan mijn eigen tuin. Ik weet niet of het allemaal zou lukken. Maar 1000 dieren, dat zijn er veel. Gelukkig komen, als het gaat om honden, de baasjes heel vaak die dieren weer ophalen. Toch meer dan 85% van de baasjes komen die dieren weer ophalen. Bij katten is dat wat minder. Toch nog altijd zo'n kleine 40%, maar toch wel veel minder. Ik heb me wel mijn hoofd gebroken wat er nou zo anders is aan de baasjes van katten dan aan de baasjes van honden. Ik ben er nog niet helemaal uit. Misschien dat u me daarbij kunt helpen, want anders moeten we misschien daar iets slims voor verzinnen. Een speciale kattenhoudvergunning of zo, dat je alleen maar katten mag houden als je in staat bent dat wanneer die weg is, ook zelf op zoek te gaan naar waar die is. En in ieder geval even bij het dierenasiel langs te gaan. Maar wij zijn in ieder geval erg blij dat het streekdierentehuis er is. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat ze dat ook goed doen. Ze hebben natuurlijk een bijdrage van gemeenten die dieren hier op laten nemen. Maar er zijn ontzettend veel andere bronnen van inkomsten voor het streekdierentehuis. En dat is eigenlijk wel heel knap dat ze in staat zijn geweest om al die dingen bij elkaar te sprokkelen. Dat geldt ook voor de verbouwing. Dus eigenlijk bijna steentje voor steentje bij elkaar gesprokkeld. En dat is wel heel goed dat je dan toch zo'n prachtige voorziening als nu krijgt. En tot slot, dames en heren, ik ben ook wel een beetje blij dat de Spanjaarden op 3 oktober vertrokken en niet op 4 oktober. Want ik vrees dat anders de samenhang met Werelddierendag ertoe geleid had dat wij van onze haring hadden moeten afzien. Dat het nooit tot paling of tot andere dingen had kunnen komen. Maar dat zijn we voor geweest door net voor Werelddierendag de Spanjaarden eruit te werken. En dat is ook een goed succes geweest, zijn we blij mee. Mensen, ik denk dat ik het hierbij houd. We gaan zo dadelijk even de zaak doorknippen. En dan kijken we... ja, dat is eigenlijk begrijpbaar wat het is. Zo gaat dat met dieren, hè? Daar weten jullie dat zit, hè? Er zijn 2 vrijwillige dieren voor aangewezen om dat mogelijk te maken. En als we dat gedaan hebben, dan kunnen we het pand van binnen bekijken. En dan kunnen we kijken waar de dieren normaal worden opgevangen, waar de schoolklassen allemaal kunnen zijn. En dan hoop ik dat we de komende jaren er helemaal tegenaan kunnen. Dank u wel. En de mensen van Streekdierenthuis Stevenshagen, heel erg veel succes en heel veel geluk met jullie nieuwe onderkomen. En dat jullie nog maar heel veel mooie activiteiten kunnen ontplooien. Dank u wel. Oh.
is heel mooi. Wel, dames en heren, ik weet niet of u dat weet, maar de bekendste grap is altijd om de burgemeester een hele oude stompenschaap te geven. Onder het mom, hij is zo ervaren in het doorknippen van linten, dat moet hem dan ook wel lukken. Laten we kijken. Ik denk dat deze wel gaat. Ja, dank u wel. Goed zo.